Vijf jaar lang zijn we in oorlog geweest. Vijf jaar lang was Nederland bezet. En alles wat we in die jaren doorgemaakt hebben, is nu geschiedenis geworden. Geschiedenis die verdient om zorgvuldig voor het nageslacht bewaard te worden. Dat verzamelen van alles wat onze kleinkinderen zal leren wat de Duitse bezetting eigenlijk was, dat is het werk van een jonge overheidsinstelling die haar hoofdbureau heeft in Amsterdam en waarvan de dagelijkse leider, El de Jong, u nu iets zal vertellen. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie is gevestigd in een oud koopmanshuis aan een van de Amsterdamse grachten. Op dezelfde wijze waarop 300 jaar geleden de specerijen en de Lakense stoffen naar boven werden gehesen, komen nu op de zolder de kranten en de boeken binnen die voor oorlogsdocumentatie van belang zijn. Het Rijksinstituut heeft in de afgelopen 2 jaar een grote hoeveelheid waardevol materiaal verzameld. Aan illegale bladen alleen al heeft oorlogsdocumentatie meer dan 45.000 exemplaren bijeengebracht en geordend. Er zijn zeldzame bij, zoals van een van de oudste ondergrondse bladen, het eerste nummer dat uitkwam op Koninginnedag 1940. Bij de voorbereiding van onze publicaties gebruiken we documenten waar handschriftkundigen van kunnen genieten, zoals de schoolse handtekening van Mussert, de wilde zwaai van Rost van Tonningen en die van Seizienkwart, de gedrongen handtekening van Rauter, de hanenpoot van Heinrich Himmler en de vernietigende kras onder de brieven van Hitler. Bij oorlogsdocumentatie beleven we opnieuw wat gebeurd is in 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Talloze boeken over de bezetting zijn al na de oorlog verschenen. U kunt ze allemaal lezen in onze openbare leeszaal. U kunt in die leeszaal nu ook de apparaatjes zien waarmee in het geheim geluisterd werd naar de BBC en Radio Oranje. We zijn bij oorlogsdocumentatie nog lang niet met onze arbeid gereed. Tienduizenden boeken op zolder verzameld moeten we nog catalogiseren. Gegevens bijeenbrengen voor onze erelijst van gevallenen. En documenten met elkaar vergelijken. Pas na dat alles is het werk van oorlogsdocumentatie voltooid.